Niet zo lang geleden leek het mij ondenkbaar dat reizigers konden sterven ten gevolge van Europese grensbewaking. Daarvoor was Europa immers te beschaafd. Inmiddels heb ik mijn mening moeten herzien. In 2014 filmde ik op Malta een project van de Vrije Universiteit Amsterdam over reizigers die stierven in en bij de Middellandse Zee. They have to go to Libya and Libya is the beginning of Africa. Yeah. So they leave from Libya. They are risking their life because they pay more than 1,000 euro every person. But the people who bring them, they are contraband people. Mm-hmm. They take a lot of money from them. The least I can do is to notice all these people. And that's what it is about. That we notice. At least, even if we don't know anything better, at least let's notice. Would you agree? Yeah, but not as a researcher. As what? A European. That was the most striking thing about Lesbos for me, was that when the Afghan guy turned around and said, they're your borders, it's you they're defending, they're dying for you. That was completely, I had never thought about it like that. You're a member of the society that these borders are supposedly protecting, so... Ik filmde hoe professor Sperkerboer van de Vrije Universiteit en zijn promovenda Tamara Last op Malta een verkenningsonderzoek deden voor het opstellen van een database van alle geregistreerde gevallen van overlijden van reizigers ten gevolge van het oversteken van de zuidgrens van Europa. Meestal ging het om het oversteken van de Middellandse Zee. Het was een groot project. Veel mensen werkten daaraan mee. 2,1 miljoen overlijdensactes zijn bekeken door 12 onderzoekers in Griekenland, Malta, Italië, Spanje en Gibraltar. Het was de bedoeling dat ik na Malta nog een film zou maken. Ik ben met onderzoekers meegereisd en heb veel opnamen gemaakt. Maar ik liep vast bij de montage. Sommige opnamen waren te interessant om ongepubliceerd te laten. Vandaar nu 4 jaar later deze film. Inmiddels is de database klaar. Het aantal geregistreerde grensdoden tussen 1990 en 2013 bedroeg 3188. Het werkelijke aantal doden moet veel hoger zijn geweest. Veel drenkelingen zonken naar de bodem en vergingen. De registers waren niet altijd volledig. Maar de database is nog maar de eerste stap. De belangrijkste vraag is: waarom moesten deze mensen zo gevaarlijk reizen? Mochten ze niet reizen zoals wij? Thank you.
Reizen kan dodelijk zijn. Daar denken we meestal niet aan. De gedachte aan de dood wordt bezworen met mantra's over de veiligheidsgordel, het zuurstofmasker en het zwemvest. Gewillig plaatsen we onze broekriem en laptop op de lopende band en tonen achter een scherm ons naakte skelet in het vaste vertrouwen dat alles draait om onze veiligheid. Veiligheid, ja zeker. Maar reizigers passeren grenzen en grenzen zijn gewelddadig. Altijd geweest. Vooral wanneer je tot de anderen behoort. Daar heb je zelf weinig over te zeggen. Dit is de noordkust van Afrika. Ver weg aan de overkant van de zee ligt Spanje. Maar ook dit is Spaanse grond. We zijn in Melilla. Melilla is een Spaanse enclave in Afrika, ingesloten tussen Marokko en de zee. Wie vanuit Marokkaans gebied Melilla binnen weet te komen, heeft Europa bereikt. Maar dat is niet makkelijk. Melilla is interessant omdat het laat zien hoe de Europese zuidgrenzen eruit zouden zien als ons continent direct aan Afrika zou grenzen, zonder zee. De grens van Melilla is een gecompliceerd verhaal. In oktober 2014 was ik in Melilla met onderzoekers van het grensdodenproject. Met Tamara, Marta en Ignacio. Zij vonden in Melilla 79 geregistreerde gevallen van overlijden in verband met het passeren van de grens. Tussen 1990, toen het hek werd geplaatst, en 2013. De doodsoorzaak van de meeste was verdrinking. Vermoedelijk omdat mensen via de zee om het hek heen wilden zwemmen. Maar er waren nauwelijks sterfgevallen die in verband konden worden gebracht met de levensgevaarlijke beklimming van de hekken. Waren die gevallen er niet of werden ze niet geregistreerd? De Spaanse autoriteiten waren niet erg duidelijk. En Melilla realmente se han dado muy pocos casos de muertes en la valla.
Para obtener datos más precisos, sobre todo los muertos en la valla, ahí trasciende de nosotros. Deberían dirigirse al Ministerio del Interior. Porque la mayoría de las muertes en la valla, que además fueron controvertidas en su momento y no sé hasta qué punto España admite cuántas se sucedieron, fueron en 2005. Meer informatie kregen we van José Palazón, activist, oprichter van de Vereniging voor Rechten van Kinderen, CODEIN, die ijvert voor onderwijs voor immigrantenkinderen. Maar ook kritisch onderzoeker van wat er gebeurt bij de hekken. Zijn clandestine foto's en films toonden wat er werkelijk gebeurde. Desde 1990 hasta ahora y certificados de defunción que ponga valla fronteriza. Bueno, encontramos uno que pone valla fronteriza muerto por disparos. Uno. Lo cual, pero no pone ni quién ni. 2006, ¿no? Sí, sí, 2006, justo. Es verdad. Sí. Pero es que si no tienen más remedio. Porque. Sí. Según la denuncia, se gana, Y entonces también los policías, o sea, los policías también dispararon. Los españoles dispararon con pistolas. Hollywood bombs. Okay, they don't shoot them dead. As in like kind of flesh piercing bullets. Yes, no, not directly because of the bombs. Me he preguntado que si tenéis una estimación de cuánta gente ha podido morir en la bomba aquí de la valla. Ahí, ¿en cuánto tiempo? Nuestro periodo de tiempo es el año 90, 1990. ¿En la valla y en el entorno? Sí, sí, sería, intentando entrar. ¿En el año 90? Claro. Sí. ¿Ciento? Hundred. ¿Ciento? De Monocansai. Hundred. Estoy en tu 20. Eso solo en Melilla, ¿no? O sea, tú estás en Melilla. Ya estoy en tu 20 en Melilla. Honderden doden bij de hekken aan de Marokkaanse kant. Hoe komen die daar? Bij een bezoek aan een begraafplaats die grenst aan het hek, hoorde Marta hoe dat gaat. There have been people trying to cross the fence in this side. And that he saw the Guardia Civil pushing them again. To the Moroccan side. There are little doors where they just pass the people through. De hecho, que cuando muere alguien aquí, claro, en la valla, no sacan fuego a Marruecos para que la investigación. Ah, ok. Pero el tema es que cuando se abre una investigación en España sobre un tema, un muerto que está en Marruecos, España dice: no hay problema. Ya, cuando el investigador. Sí, o sea que hay cruces de responsabilidades. Esto es tú, esto es yo. Marruecos, si el cadáver está ahí, lo que responde es sí. Ya, Marruecos. Hemos matado a los españoles, pero no podemos investigar. Sí, somos iguales, pero we cannot do it. We cannot investigate. In oktober 2014 filmde Prodein hoe de Guardia Civil te werk gaat. Yeah.
Ik vind het moeilijk naar deze video te kijken. Toch is het nodig. Je zou het anders misschien niet geloven. We zien ambulances voorbij komen, maar die worden niet gebruikt. Dankzij Prodein weten we dat hij Danny heet, uit Cameroen. Anders was hij een onzichtbaar slachtoffer gebleven. Maar dit is niet het hele verhaal. Bij de gewone grensovergang gaat het heel anders toe. Marokkanen uit Nador mogen de grens vrij passeren. Het is er druk. Er wordt handel gedreven. Met een vals Marokkaans paspoort kun je hier doorheen. Ja. Ja. Het grote probleem is de valla. Het grote probleem is de corruptie en la frontera. Er is een probleem in de corruptie de piloten de la frontera. Que la disimulan apuntando la valla como si fuera la principal. Te lo venden, mito, estos ¿no? señores que los que tú hablas esta mañana te lo venden como claro, la gran sí, invasión. Sí, sí, y, sí. No, mira, la gran invasión entra por la puerta. Ellos dicen que entren por la puerta, ¿no? Que entren por la ventana. Porque antes están entrando por la puerta. Pero pagando. Sí. Un SETI, pero es de acogida temporal. Ah, sí, sí, que normalmente suele ser lo que son. ¿Eso está en la ciudad o está muy fuera? Está fuera, pero cerca del aeropuerto, donde hemos venido ahora, por otro lado, otra carretera. ¿Y cómo está ahora? ¿Muy lleno o...? Ahí es menos, porque hay menos avalancha y eso. Pero que hay menos. Pero antes estaba colapsado, había gente fuera que no podía entrar. ¿Como este verano o así? Sí, cuestión de meses, tres meses. Sí, porque ahora de los que vinieron les han llevado a la península algunos, ¿no? No, los que vienen tienen que quedarse aquí año y pico. ¿No? Año y pico. Directamente no se traslada. Ajá. Tienen que hacer unos trámites, unos papeleos y después se deportan para donde tengan que ir. Uh-huh. Pratend met mensen bij het opvangcentrum begon ik te vermoeden dat Arabische mensen niet over de hekken klimmen. Ik zag een aantal Syrische families kamperen buiten het opvangcentrum.
Hoe waren ze binnengekomen? Via de grensovergang, denk ik. Gezinnen met kleine kinderen klimmen niet over de hekken. Volgens de video's van Prodein klimmen alleen zwarte jonge mannen over de hekken. Hoe komt dat? Er moet een discriminerend mechanisme werkzaam zijn. Sí, sí, creemos también como las investigaciones a nivel todo el sur de Europa. ¿Cuál crees que debería ser el papel de Europa, por decirlo así, en todo esto? Pues cualquiera menos de que está. Bueno, estuviste, ¿no? En Bruselas presentando la alternativa, ¿verdad? Es un mensaje diferente. Ajá. Tendría que regularizar en vez de tener una frontera, que parece eso, la línea Maginot, aquella francesa. Ya, para. Tener una frontera que sea como la normal. Ya. La normal border. La gente debería de poder tener un visado para entrar y salir y no pasa nada. Ya, yeah. Yo soy las por visas, por entrar y no voy nada, no tengo nada. Pero ellos también dicen que el problema es que las personas que quieren entrar no pueden conseguir un visado. Claro, pero eso hay que solucionar. ¿Que no? Esa es la cuestión. El 90% de la gente que entra y que se... dejar pellejo por el camino y ese 90% la gente en casa. Alle Afrikaanse, Arabische en Aziatische landen zijn visumplichtig voor Europa. Zo kunnen visa worden geweigerd aan asielzoekers, arme mensen en werkzoekers. Hoe is die visumplicht eigenlijk vastgesteld? Wie heeft die keuze gemaakt? Op de luchthaven van Melilla zagen we dit bord. Is reizen echt een recht voor iedereen? In mijn studeerkamer vroeg ik me af wat ik had gezien. Alles begint met het visumbeleid. Daarin wordt bepaald wie de andere reizigers zijn. Voor hen zijn onze grenzen gewelddadig en discriminerend. De overheid probeert het lelijke gezicht van de grens te verbergen door slachtoffers naar de andere kant te plaatsen, waardoor geheim blijft hoeveel reizigers overlijden. En door het grensland het vuile werk te laten doen. Behalve bij twee Spaanse enclaves heeft Europa geen hekken aan de grens met Afrika. Er is immers de zee. Maakt dat verschil? Zijn mensen die de zee oversteken anders dan mensen die een hek overklimmen? De zee is zoveel groter en gecompliceerder dan een hek. Je kunt erin verdrinken, maar je kunt er ook over varen. De zee is zoveel tegelijk. Een zoute biotoop, een verschrikkelijk monster. Een vlakte waar je je niet kunt verbergen, een diepte die je kan verzwelgen. Over die zee kwamen steeds meer reizigers naar Europa, vluchtend voor oorlog of om andere redenen met onofficiële boten.
van onofficiële reisorganisaties. Bootvluchtelingen zijn inmiddels iconisch geworden. Op een Duitse kunstmanifestatie werden verongelukte bootjes getoond, bij wijze van geëngageerde kunst. Bij het bewaken van de zee waren de autoriteiten veel ambivalenter dan bij het bewaken van hekken. Op zee zijn veel mensen gered. Bijvoorbeeld door de Italiaanse marine. In de operatie Mare Nostrum. In één jaar werden 160.000 overstekende reizigers gered. Maar op 31 oktober 2014 heeft de Italiaanse regering het project stopgezet. Dit is Virginia Junio, die een diepe indruk op me maakte. Zij was verantwoordelijk voor de opvang van bootvluchtelingen in de Zuid-Siciliaanse kustplaats Pozzallo. Twee grote verdrinkingssituaties waarbij honderden vluchtelingen verdronken. Toen is er geïnvesteerd door Italië in de operatie Mare Nostrum. Je ziet de Italiaanse route enorm in aantal toenemen. Sono stati presi al largo perché un ragazzo durante lo sbarco ha raccontato che stavano annegando tutti, però per fortuna sì, sono stati salvati da questa nave militare che li ha portati fino qui. E arrivati a Pozzallo poi si è affrontata la emergenza. Perché come tu sai da quando c'è questa operazione Mare Nostrum, loro non partono più con i loro barconi che contenevano 200-300 persone, ma partono con delle navi di fortuna, carica di gente, misura enorme, perché sanno che subito dopo arrivano le navi italiane. La nave è quella che è e soprattutto le persone che salgono su quella nave sono troppe rispetto alla capienza. Per questo poi spesso ci sono questi incidenti. Hoe effectiever onze reddingsacties zijn, hoe sterker de stroom vluchtelingen groeit. Waar zonder de operatie Mare Nostrum van de Italianen in combinatie met Frontex een mensensmokkelaar 4,5 uur benzine moest uittrekken voor zijn boot om vluchtelingen over de Middellandse Zee te verplaatsen, hebben ze met de operatie Mare Nostrum nog maar een uur benzine nodig. It's business, eh? I don't know any details on this, but it's clear that all those who are organizing, they are armed groups. Okay. And that for that reason that with fighting them it's very very difficult because they are also kind of heavily armed. Okay. Because we are talking about big money. E quando i migranti si accorgono che la nave è troppo piena, non vorrebbero più salire perché capiscono di avere grandi rischi, ma loro sono costretti a salire perché vengono picchiati per partire. Una volta che hai pagato il viaggio dovete andare. Queste sono le leggi dell'immigrazione. Dei trafficanti? Sì, assolutamente. Quindi sanno di rischiare la vita, ma ormai il gioco è iniziato e lo dovremmo portare a termine. They're just making money. Just making money. That's my understanding. Yes. Mensensmokkelaars stelden de Europese autoriteiten voor een duivelse keuze. Mensen redden zodra ze door smokkelaars de zee op waren gestuurd, waardoor de Europese grensbewaking zo lek was als een mandje, of meer reizigers laten verdrinken. Zou het helpen als deze reizigers gewoon een visum konden krijgen? Dat was ook in 2014 al een onhaalbaar idee. Maar toen konden we nog wel hopen dat de Europese Unie de mogelijkheden bood voor een gezamenlijke opvang van migranten. Dat zou blijken
een illusie te zijn. Ik kreeg mijn documentaire niet voor elkaar. Het materiaal uit 2014 raakte in hoog tempo verouderd. Er gebeurde zoveel nieuws, zo snel, ik raakte in de war. In de loop van 2015 merkten de Noord- en Midden-Europese landen dat het aantal asielaanvragen snel toenam. Duitsland beloofde de schouders eronder te zetten. We hebben zoveel geschafft, we schaffen dat. We schaffen dat, en waar ons iets in wege staat, moet het overwonnen worden. Vluchtelingen uit Griekenland wandelden via Oost-Europa naar Duitsland. Hun grootste zonde was dat ze zichtbaar waren. En dat ze zelf besloten waarheen ze wilden. Het waren fatale beelden. Velen moeten het hebben ervaren als een bedreigende invasie. Er kwamen hekken in Europa. In Macedonië. In Oostenrijk. En in Hongarije. In maart 2016 sloot Europa een deal met Turkije. Plotseling kwamen er veel minder bootreizigers uit Turkije naar Griekenland. En de mensen die er wel kwamen, werden langdurig vastgehouden op Griekse eilanden voor de Turkse kust. Begin 2017 sloot Italië een deal met Libië. Libische kustwachtschepen onderschepten bootreizigers en brachten hen terug naar Libië. Net als in het kleine Melilla doen grenslanden voor Europa het vuile werk. Zo blijft de gewelddadigheid voor ons onzichtbaar. Daarover is de Europese Unie eensgezind. Er worden miljarden voor betaald. Maar over een ander punt bestaat in Europa een complete impasse. Dat is de verdeling van al die vluchtelingen uit Italië en Griekenland over de lidstaten in het midden en het noorden. Verdelingsafspraken worden niet of nauwelijks nagekomen. Oost-Europese lidstaten spelen daarin een bijzondere rol. Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk vormen de Visegrad-groep. Samen met Polen verzetten zij zich tegen het opnemen van vluchtelingenquota. Grupa Wyszehradzka, a Polska również nigdy nie zgodzi się na szantaż i nie zgodzi się na takie dyktowanie takich warunków. My mówimy jasno, że polityka migracyjna, która do tej pory została przyjęta w Unii Europejskiej, nie sprawdziła się. Ezekre emlékeztetni fontos, de nem elég. Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem kellős közepén áll. Egy népvándorlással nézünk szembe, amely életünk eddigi rendjét és életmódunkat sodorja veszélybe. Egyszerre kell tehát megvédeni az eredményeinket és harcba szállni azért, hogy egyáltalán legyen értelme folytatni. Életmódunk megóvása nélkül minden értelmét veszti. Sinds ik 4 jaar geleden met deze film begon, is er iets veranderd. Er is geen regerend politicus in Europa die nu nog zal zeggen, laat de vluchtelingen komen. Dat zou politieke zelfmoord zijn. Het Wir schaffen das werd Merkel bijna fataal. Anti-immigratiepartijen
hebben in Europa veel invloed op het discours. Intussen blijven reizigers sterven. Niet alleen op zee of bij de Europese hekken, maar ook in Libië en in de woestijn ten zuiden daarvan. We weten steeds minder wie de dode reizigers zijn. We kunnen ze niet tellen. We weten niet eens of ze sterven. Een project voor een database is steeds moeilijker uit te voeren. They're your borders. It's you they're defending. They're dying for you. Sterven al deze mensen voor mij? Ja, eigenlijk wel. Ik zeg het met schaamte. Gereduceerd tot medeplichtige wegens burgerschap. Mompelend, dit is niet wat ik wil. En overgaand tot de orde van de dag.